En ook uit Den Bosch komt André de Jong. Hij is al halverwege de 80, maar nog steeds een sportieve inspiratie voor velen. André geeft nog bijna dagelijks een uur hardlooptraining. En daarom is hij de derde genomineerde voor de titel Brabander van het jaar. Als je iets twee graden hebt, dan word je nooit vervelend van. Ik probeer altijd de mensen uit te dagen. Kom op, je kunt het nog makkelijk en dat is heel belangrijk. André de Jong geeft hardlooptrainingen bij sportclub Prins Hendrik uit Vught. Met zijn 85 jaar is hij 5 keer per week te vinden op de sportvelden. Het was voor André geen makkelijke stap om te beginnen met hardlopen. Op aanraden van de huisarts en ook van de goede kennis. Ja, kom dan naar Prins Hendrik, we halen jou erheen. Door de bossen van de Vughtse Heide traint André altijd met zijn clubje. In al die jaren heeft hij een hechte band opgebouwd met iedereen en doet hij veel voor zijn club, binnen en buiten het sportterrein. André is een sociaal man. Hij is, overal staat hij dus voor in. Hij helpt iedereen dus. Als er iets is, dan staat hij dus ook klaar voor. Maar hij is ook iemand van discipline dus. Hij wil het erg correct hebben. Draai je om en dan kom je lopend naar mij toe, oké? Ga je gang. Denk om de beweging van je voeten, hè? Afrollen. Ik beschouw hem bijna als een soort tweede vader, zeg maar. Ik ken hem al zo lang en zo'n geweldige man heeft me geholpen bij toen mijn eerste vrouw overleed, die hier ook werkzaam was bij Prins Hendrik. En ja, daar heb ik heel veel steun van gehad. André kan niet meer zoveel trainen als vroeger, maar hij vindt het nog steeds geweldig. Zo geweldig dat hij zijn 5e training in de week niet wil opgeven. Hij gaat dan gewoon op de fiets mee. In mijn hoogtijdagen gaf ik 9 training per week. En hoe ver liep u dan? Ja, in totaal? Ja, 80, 90 kilometer of meer. Per week? Ja. Dat André de oudste is, zegt niks. De jonkies van de club moeten soms goed hun best doen om hem bij te houden. Oh, dit is nog niks. En hoe erg wordt het altijd? Nou, je kunt kiezen of je loopt met een grote ronde mee of een kleine ronde. Toen was ik 3 weken aan het trainen. Toen had ik mijn enkelbanden verzwikt, mijn enkel. En toen kreeg ik van André een kaartje. Dat ik, of ik snel weer kwam. En toen was je pas 3 keer geweest? Ja, 3 of 4 keer ben ik toen pas geweest, denk ik. Ja. Ja. En toen dacht je, ik kom altijd terug. Ja, het is echt, ja. Ja. Ja, het is echt leuk. Aan het stoppen denkt André nog niet. Er zijn 2 mogelijkheden om te stoppen. Of mijn lichaam zegt nee. Dat kan. Mijn leeftijd. Of de mensen die met mij meegaan zeggen, nou, vind het toch niet zo leuk meer. Maar er is toch iets bijzonders. U bent namelijk 1 van de 10 kandidaten om Brabander van het jaar te worden. Oh, dankjewel. En nou is het koffie. En nu op naar de koffie. Ja, fantastisch toch? Vanaf 4 december kan er op onze site gestemd worden op de Brabander van het jaar.